Jesper Rood, wel de man van de match, want ja, fantastisch spel vandaag. Ja, dankjewel. Nee, het ging goed vandaag, dus ja. Blij. Hoe zijn jullie eigenlijk deze week gewonnen tegen FC Medemblik? Jongens, die pakken we. Nou ja, we begonnen goed in de kleedkamer, het was gezellig, dus wel een goed gevoel erover. En we waren volgens mij veel beter dan hun, dus... Ja, nou 1-0 kwam, die was een beetje onverwacht. Ja. Een beetje een frommel doelpunt, maar hij ging erin. Hij ging erin, ja. En toen kwamen ze snel heel weer op 1-1. Ja. En ja, en dan die 2-1. Ja, daar moesten we even lang op wachten. Ja, tweede helft pas. In de tweede helft. Maar die 3-1, hè. Nou, jeetje, Mina. Waarom staat hij niet in de basis? Ja, hij is net terug van een blessure. Dus rustig aan met hem. Maar hij schiet er goed binnen. Want Niels Koster bij FC Medemblik. In de, hoe heet het, de snelheid. Maar hij had de snelheid bij... Ja. Over wie hebben we het ook weer? Jim Roodhoff. Ja, Jim Roodhoff. De snelheid bij grashoppers. Sneller linksbuiten, maar het middenveld was ook helemaal voor jullie, hè? Ja, het ging goed vandaag. Dus het stond goed. Ja, jullie stijgen nu in de ranglijst. Je staat achter. We stonden achter en nu hopelijk wat omhoog. Een lange neus kunnen trekken tegen bijvoorbeeld West-Friese, tegen SCW, tegen al die ploegen die vandaag niet gespeeld hebben. En ook verloren hebben in de 28 november. Want dan was die wedstrijd die jullie moesten spelen. Ja. Dus het gaat nu goed. We winnen 2 keer van de nummer 1. Dus we gaan wel eens goed omhoog. Ik kan me nog herinneren, Houtena Albers Voorwaard. Die zou wel eventjes gaan promoveren, de promotiewedstrijd van op het Howardveld. Ja, was je er toen ook al bij? Nee, toen was ik denk ik 14 jaar, dus toen was ik er nog niet bij. De laatste wedstrijd die jullie speelden tegen Medemblik, daar was je er ook niet was bij. Was ik er ook nog niet bij. Dat was 7-0. Ja, dat kan ik me niet herinneren. Maar jammer hè, van de strafschop. Ja, die had er ingemogen, maar 3-1. Dus, Hadden jullie veel last van de wind? Ah, ik vond het wel meevallen tijdens de wedstrijd. Je merkt het wel een beetje of je voor- of tegenwind hebt, maar weinig last van. Volgende week tegen wie? Ik zou het echt niet weten. Dat zien we dan alweer. Oké, je kijkt niet vooruit van welke wedstrijd. Wij kunnen tegen iedereen, dus dat maakt ons niet uit. Ja. Veld, goed bespeelbaar? Ja, een beetje hobbelig, maar daar zijn we aan gewend hier bij Grasshoppers. Dus dat moet geen probleem zijn. Maar als het afgekeurd is, het veld, dan gaan jullie naar het B-veld. Dan gaan we naar het kunstgras. En dat voetbal je liever op kunstgras of op gewoon? Nou, ik voetbal liever op gewoon veld hoor. Dat, lekker gras, lekker een beetje glijden. Ja. Dat, hoe komt het dat de grasshoppers altijd bij belangrijke wedstrijd weten winnen? En als ze tegen de onderste moeten, dan moeten ze altijd... Ik denk meer energie, meer strijd, meer vechten. Dat komt erdoor, denk ik. Nee, ik weet het ook niet.